Techniek is cool, vonden de leerlingen van de Stapvoorde. Ze waren woensdag te gast bij Bouwmensen Twente. En ze werden begeleid door gepensioneerde vrijwilligers van het VTB-project. VTB, dat staat voor Verbreding Techniek Basisonderwijs. En het is een aantal jaren geleden is door de overheid gezegd van kinderen van de lagere school moeten eigenlijk meer kennis maken met techniek, zodat ze later ook sneller voor techniek gaan kiezen. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen, dus zeggen we van we doen het op het eind van de lagere school. We zijn hier een barometer aan het maken, dat moet je goed knutselen. Daar staat hij al van een voorbeeld. En met zo'n barometer die bepaalt van luchtdruk. En dat is heel handig als je wil bepalen hoeveel luchtdruk hier is. Want als, hoe hoger de luchtdruk eigenlijk gaat, gaat hij naar boven. En als die dus lagere luchtdruk wordt, dan gaat hij juist omlaag. Zo werkt het. En dat is behoorlijk lastig als je die zelf dus wilt knutselen. Want dat zijn we nu aan het doen. Met mijn vriend. Ik ben spekjes aan het uithalen. Dit is Jano Korte. Die is ook een barometer aan het maken. Ik ben ook al heel erg ver. Zoals je ziet. We hebben een stuk of 35 leskisten aangeschaft. In eerste instantie van de stichting Zwaluwstaten in Rijzen. Die had een aantal leskisten bedacht en verschillende scholen hebben die aangeschaft. Wij hebben ze hier allemaal aangeschaft en nodigen de scholen uit om daar één dag per jaar kennis van te nemen. En kennis mee te maken en mee te werken. Het voordeel voor de scholen is dat ze niet al die kisten hoeven aan te schaffen. Dat hebben wij dan voor hun gedaan. Roos en Julia, wat hebben jullie gemaakt? Een brug. Zeg, wat is er voor bijzonders aan die brug, Julia? Hij kan open. En hoe werkt dat dan? Dan als je dit spuitje indrukt, dan gaat hij open. En als je hem dan weer eruit haalt, gaat hij dicht. Weet je ook hoe dat moeilijke woord heet nog? Het pneumatische gedeelte. En wat is dat dan, pneumatische gedeelte? Met de luchtdruk. Zeg, wat wil je worden? Ga je iets doen in de techniek of voor je leraar? Ik zou wel uiteindelijk wel weer bouwvakker willen worden. Andere gebouwen maken en zo. Nieuwe uitvindingen. Dus ik vind het eigenlijk wel leuk, zo'n bouwwerkje.